Heb je dat al gehoord? Het is niet te geloven. Dat had ik nou helemaal niet verwacht. Zo beginnen soms mensen die een verhaal aan willen dikken, groot willen maken, hun verhaal. Ze vertellen misschien wel een waarheid, maar het is niet de waarheid. Het is hun waarheid en hun observatievermogen. Er zijn nogal wat mensen die van een mug een olifant maken. En er zijn heel veel mensen die iets heel moeilijk, iets heel zwaarmoedigs, iets heel verdrietigs meegemaakt hebben. En die spreken nauwelijks in allerlei toonaarden. Het gaat erom dat je de ander weet te bereiken met je boodschap. En die bereik je door authentiek, waarachtig, van binnenuit, vanuit je hart, de ander iets te vertellen. Daarover gaat het artikel. Het gaat over hoe mensen maximaliseren, dus het heel groot maken. Wist je wel, dat heb je nog niet gehoord. Ik wil je dat nu vertellen. Niet doorvertellen, hè? En mensen die het minimaliseren, die een emotie juist heel klein maken. Neem eens even de tijd om het artikel te lezen en voel eens waar jij staat. Ben jij een maximaliseerder of een minimaliseerder? En het gaat erom dat je ergens in het midden terechtkomt, vanuit je hart de boodschap overbrengen, vanuit je hart je emotie overbrengen. Ik ben benieuwd naar jouw reactie.